Goedemorgen allemaal. Het eerste wat ik altijd doe als ik opsta, is goedemorgen zeggen aan mijn kat. En daarna neem ik altijd al onmiddellijk mijn kleren mee voor de dag. Het is nu rond 5:50 en dan verzorg ik me even en maak ik me op. Voilà, make-up done. We zijn in tijden van corona, dus ik werk eigenlijk vooral van thuis uit, dus via telewerk. Maar ik probeer erop te letten om eigenlijk altijd hetzelfde routine aan te houden als ik naar het bureau zou gaan. Onze kat heeft ook zijn eigen kostje buiten, dus tijd om die even buiten te laten. Nu is het tijd voor ontbijt. Je ziet, ik zit hier nog alleen. Meestal eet ik alleen, want ik ben al een vroege vogel, dus Maxime ligt nog even in zijn bed. Wat staat er op de menu? Koffie, brood met confituur en eentje met pindakaas. Nu is het 7:00, dus tijd om aan de werkdag te beginnen. Daar moet ik op dit moment niet echt lopen, gewoon aan de andere kant van de tafel. Dus let's go. En dan even eerst mijn bril aan doen. Ik ben dus marketing manager van Group Protect. Wij zijn een bouw- en renovatiefirma actief in de vochtbestrijding met Aqua Protect. Na isolatie van woning met Iso Protect, ontmossen van daken en gevelreiniging met Moss Protect en zonnepanelen met Solar Protect. We starten even met mails, feedback geven tijdens een aantal Skypes. We zitten ook met een lancering van een nieuwe website voor onze zonnepanelen, de Solar Protect. Nog een call, website, mails en training. We zijn nu ongeveer 10:30. De website staat live. We zijn eigenlijk van een oldschool website naar een website anno 2020 gegaan. 12 uur, dus tijd om een slaatje te maken. Lunch is ready. Smakelijk. Voilà, de werkdag zit erop. Gezien dat het aan het trainen is, geen tijd voor de fiets vandaag. Wel wat lopen en oefeningen doen. Misschien toch best nog even wachten. Het loopje voor vandaag zit erop. Het is nu 7:30. Ik heb net gedoucht en het is nu tijd om te eten. Aardappelen, een schnitzel, kalkoenschnitzel en erwtjes met de mosjes. Het is nu rond 8:00 s'avonds. Ik zit in de zetel. Het is tijd om naar het journaal te kijken. Niet om 7:00, iets later om 8:00. Om zo op de hoogte te blijven wanneer je de koersen terugstarten, want daar hopen we allemaal op. Dus 10:30, tijd om naar bed te gaan, de dag zit erop. Prins.